goed, oké. Okay. Serena Mies, jij bent Serena Mies, hè? Ja, ik ben Serena. Eindelijk zie ik je eens. We hebben elkaar op Facebook al vaak gesproken. Yes, klopt. En maar dan nooit het echt. En maar jij bent de dochter van de baas, zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja? Die zit daar. Ja. Dan lopen we daar zo nog even naartoe. Goed. En jij doet marketing en je helpt ook mee in winkels? Ja, ik sta eigenlijk altijd in Soeberg. En dan is het nu met de verbouwing, dan probeer ik altijd wel lekker veel mee te werken. En te schilderen, te klussen en van alles te doen. Ja, ja. En nu gaan we boeketten maken en het allemaal lekker klaarmaken voor de opening van morgen. Ja, want we zijn dus in Tref. En jullie zijn de vierde winkel nu die heropent. Ja, eerst Ethos. Smoske natuurlijk en de schoenenwinkel, ja, dus de ja. En dan morgen ook de Action en Playmars. Ja, en jullie hebben volgens mij, het eerste wat ik zo zie, als ik zo heel langzaam om me heen kijk, dan zijn jullie er qua ruimte op vooruit gegaan. Ja, hoeveel keer groter is het nu? Ja. Twee keer zo groot. Twee keer zo groot, ja. Ja, en? We hebben zeg maar geen buitenpresentatie, dus we hebben de winkel een beetje anders ingedeeld. We hebben een soort van hekken, raamwerk gemaakt. Oh ja, ja, nu zie ik dat. Zodat we de winkel zeg maar ondersteunen in binnen en daar kunnen we dus buiten in. Want het zijn eigenlijk, heb je twee ingangen? Is dat ja, ook? Ja, maar één is ook de ingang, maar die is natuurlijk nog dicht om het ja, ja, ja. Spannend te houden. En dat is een ingang, dus een soort wel grote. Dus mensen kunnen straks via twee kanten bij jullie naar binnen komen. Dus we hebben wel, en daar komt uiteindelijk nog een tweede uitgang, dus we hebben wel een goede loop van beide kanten. En links krijg je nog fruitje op naast jullie, ja, die gaan, daar ben ik ook dus, al een beetje mee te kijken. Ja. Jij bent een zusje? Oudste zus. Oudste zus, hoeveel zussen zijn er? Best twee. En help jij ook altijd in de... Heb ik gedaan, maar ik heb een andere studierichting gekozen. Oh, ja. En nu met dit soort zaken spring ik graag bij, maar fulltime doe ik ander werk. Ja, ja, en mag ik vragen welke richting je bent gaan doen? Ik ben laborant, dus dat is totaal anders. Oh, dat is echt niet veel anders. Ja, zeker heel anders. Ja, zeker. Ja, maar net waar je passie ligt natuurlijk. Nou, dat is ook zo. Ja, nee, maar ik vind het wel heel leuk om zeker met dit soort speciale dingen vragen te daar ben je er gewoon bij, ja. Zeker. Helpt iedereen elkaar. Hard nodig. Nou, dan gaat de deur open. Nou, dan gaan we naar Leien Dakje. Ja, maar dan zie je inderdaad wel meteen hoe het loopje wordt. Ja, dus daar komt dan natuurlijk nog die tweede uitgang en dan naar de parkeerkelder. Ja, ze zijn daar nog volop bezig nu, hè? Ja. En nu de zaak groter is, hebben jullie dan ook een ander assortiment of zo? Is nou, het, we willen sowieso wel houden wat we hadden, zeg maar. Ze hadden veel met aanbiedingen. Daar hebben we ook leuke acties mee morgen. Maar ook een wat grotere hoek, zeg maar, voor de losse bloemen. Dat is hier dan allemaal. En dan wat meer boeketten, dat is hier een hoekje en daar een hoek. En ook veel meer planten, want dat is nu toch ook wel de trend. En dat zit verspreid op de tafels. En, ja, is dat de trend dat mensen weer meer planten kopen? Ja, ja? Veel kamerplanten zie je veel, klopt. Dus dat willen we toch wel laten terugkomen. Dus we hebben wel eigenlijk best wel hetzelfde nog behouden, maar eigenlijk wat uitgebreid. Dus ook net wat meer potjes, net wat meer leuke vaasjes. Maar wel gezorgd dat de prijzen wel lekker scherp zijn, zeg maar. Ja, ja. Dus dat wel een beetje een combinatie is op die manier. Maar is dit nu ook meteen jullie grootste zaak of dat niet? Want ik ben in die andere nooit geweest in Soeberg. Soeberg is best wel een stukje kleiner en Soeberg is ook wel kleiner, ja. Dus het wordt het vlaggenschip van Mies, ja, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Het is ook een nieuw concept. We hebben ook een nieuw logo nu. Oh ja? En een nieuwe naam eigenlijk. Het is ook wel Mies. Ja, Mies. Dus als allemaal eenmaal af is, dan kunnen we uiteindelijk de andere twee winkels ook in dit stijl gaan maken. Ja, ja, ja. Maar dat is wel jammer, want het nieuwe logo hangt dus nog niet op, want dat komt dan over de bloemenrek. Nee, ik ben zoals altijd net iets weer te vroeg. Ik had eigenlijk beter morgenochtend kunnen komen natuurlijk. En op de Toonbank komt ook het logo nog. Maar die is ook wel mooi, zeg, met dat hout. Ja, dat is wel tof. Nou, daar zit de grote baas dan, hè? Ja, daar is het Mies. Maar jij houdt je bezig met het grotere kluswerk. De laatste dingen die moeten gebeuren. Ja, ja. En sta jij zelf ook altijd in de winkel of ben jij meer van de inkoop en dat soort? Ja, ik ben soms in de winkel. Dus ja? Maar de komende tijd wel eventjes om op te starten. Maar ben jij ook de oudste broer? Ja. En jij hebt altijd de bloemen gedaan, want jullie hebben inderdaad verschillende afslagen, maar... Ja, altijd bloemen. Ja. Nou ja, hoeveel jaar is dat al dan? Ik ben 50 en ben nog, weet ik wat, 15 begonnen zo, denk ik. Dit jaar bestaat niet 52 jaar. Echt waar, ja? Ja. Jubileum. Ja. Hebben dat ook weer van ouders overgenomen of zo, of dat niet? Ben je het zelf ja, van mijn ouders. En mijn ouders weer van mijn opa. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja. Nou, dan kan je wel zeggen dat het jullie in het bloed zit. Ja. En is het dan zo'n stap met het dier in Tref, is dat een grote stap voor jullie? Of is het gewoon een logische ontwikkeling? En, Ja, eigenlijk gewoon een logische ontwikkeling. Want wij zaten hier in het winkelcentrum en we wilden heel graag weer terug natuurlijk. Ja. Zeker in deze hele mooie nieuwe situatie. Ja. En ik wilde een heel mooi punt, en dat is dit geworden.
Ja. En het liefst ook wat meer ruimte. Nou, dat is allemaal gelukt. Dus, Ja, tevreden. Ja, volgens mij als het straks helemaal klaar is, wordt het hier gewoon prachtig. Ja, een prachtig winkelcentrum, hè. Het was ook wel nodig, vond ik. Het was wel een beetje gedateerd allemaal, maar... Maar dat wordt echt super. Nee, mooi, hoor. Straks heel breed aanbod met winkels. En ook dat je straks overdekt vanuit het parkeergarage zo... Zo erin kan. Zo'n lopende band zo erboven kan. Met, ja. Met je winkelwaardje. Dus, ja. Dat was super. Komt helemaal goed hier zo, hè. Ja. En dan morgen, hoe laat gaan jullie open? 9 uur. Ja. Speciale acties, bloemen, ja. Iedereen, ja. Voor iedereen een bloemetje. Nou, we hebben wel scherpe prijzen met de tulpen, ja. En de rozen, dus dat zit op zich wel goed. Nog wat aanbieding met vazen, boeketten, dus wel van alles wat. En vanavond nog een feestje voor genodigden. Yes, ja, klopt. Nou, niet te veel drinken, anders heb je morgen een punthoofd. Hè? Nou, dan wens ik jullie heel veel geluk en succes hier zo. En dat het maar mooi mogen worden en blijven. Hè? Dat, ja, komt helemaal goed, hè? We gaan nog wat moois van. Oké. Dankjewel.